tof dat jullie allemaal kijken naar deze video. In deze video... Oh wauw, ik doe het even opnieuw. 3, 2, 1... Yo dames en heren, tof dat jullie allemaal kijken naar deze video. In deze video speel ik Minecraft op mijn eigen server. Alweer Minecraft Survival aflevering 4. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met... Gayman! Gayman! Dat heb ik niet meer gezien. Ja. Ja. En Maxi zei, mag ik een eigen huisje? En toen zei ik, ja, dat is juist wat ik jou wil gaan vragen. En maar, kijk, juist. Ik heb clear lag. Ik gebruik blonken. Heb je al het eten nu gehaald? Ik heb alleen maar de steak gepakt. Ja, en niet alles, hè? Ja, ik ga wel even, dan doe ik de helft weer terug. Ik ga wel even beesten killen. Weet je, Max, ken je dat ene dat je timeset 0 doet? Ja. Dat doe ik altijd. Ik ga hier nu mijn huis bouwen. Vinden mijn kijkers leuker. Denk ik. Ben je blij dat ik eindelijk een server heb? Ja, op zich wel. Dan heb ik eigenlijk een server waar ik op rondkutten kan en gaan trollen. Ja, alleen als ik hem heb geopend, hè. Ik kan hem ook stopzetten. Elk uur moet ik hem refreshen, dus. En kijk eens wat je hier ziet als je naar links kijkt. Lava. Nee, nog een beetje meer. Kijk waar ik op sta. Hallo. Je hebt squids. Ik wil een boekje hebben. Hoi. Ik denk dat ik maar even jou met rust ga laten. Ik ga ondertussen gewoon even een beetje bouwen. Ik kijk wel wat ik ga maken. Ik ga een standbeeld maken, denk ik. Als eerste zal ik even dat lelijke blokhuis daar voor jou iets mooier maken met een dak of zo. Nee joh. Dit is mijn huis. Ik ga een standbeeld. Ik ga een standbeeld van mezelf. Niet van mezelf natuurlijk niet. Maar ik ga een standbeeld maken. Dus dat gaat niet goed komen. Wow, het is een aflevering wat niet goed gaat komen. Mike, wat nieuw. Origineel. Geen aflevering komt goed. Alles gaat fout. Niet van Enzo Knol geklaut. Oh, wacht, dat is Duits. Sorry als ik soms woorden op Duits zeg, want ik ben er best wel aan gewend snel te kunnen wisselen van Duits naar Nederland. Max is een Duitser. Je spreekt uit, ja! Nee. Nee. Max, je woont... Ik ben 100% puur Nederlander. Ja, maar je woont in Oostenrijk. Oostenrijk. Hallo, creeper. Ja, Mike, wij hebben vakantie. Wij niet. Hoho. Deze week hebben we nu vakantie. Tot en met dinsdag. Alleen het beste is, normaal hebben we daar dan gewoon 6 uur. Maar het 6e uur valt uit. En het 5e uur heb ik een vrij uur. Dus yo. Kan ik... Max, weet je wat ik ga doen? Ik ga een standbeeld op mijn huis maken. Van wat? Van steen. Ik heb al een standbeeld. Nou, het zou vast niks zijn, hè? Een slime standbeeld. Nee, wil je mijn standbeeld zien? Ja. Stiekem niet. Kijk, bij mijn huis is hij. Wacht, Mike. Hoe wist ik het? Ja, wacht. Ik weet al wat ik ga doen. Ik ga dat ook echt als logo voor mijn club gemaakt. Max bij mijn huis. Ja. Ja, logo maken. Voor de mensen die Max nog niet kennen, hij is... Ik ben al vaker in video's geweest. Jongen. Ik ben ook bekend als de Milka Koeman. Of andere gekke pakken. Slime of als wat sta je nog bekend. Of als de grootste derp ter wereld. Max staat om alles bekend. Of Derp God Talent. Derp God Talent. 1, 2, 3... 4, 5, 5 zou genoeg zijn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik gebruik hout. 1, 2, 3. Ik heb stone nodig. Maar ik word vandaag in deze video niet stoned. Dumtsch. Ik moet even auto-jump even uitzetten. Heb je die aan? Even. Wat voor een hout zou ik gebruiken? Spruce of ook?
Spruce. Ik gebruik sowieso spruce. Nou, dat mag van mij. Ik bedoel, jij bent de gast. Hoe lang heb ik nog eigenlijk tot mijn server gerenewd moet worden? Oh, 40 minuten. Ik kan ook altijd de server restarten, zodat alle memory, zeg maar, wordt vernieuwd, snap je? Maar dan is het, zeg maar, niet tot mijn survival helemaal weggaat. Er wordt alleen de memory gekleed. Mike, ik heb kool gevonden, dat ga ik zo dadelijk pakken. Nou, wat leuk. Kool. En trouwens, als je doneren wilt, niet naar Mike doet, doe naar mij. Nou, nee, grappie. Maar, even serieus. Als je... Jo. Ja, Mike, vertel me eventjes en leg me uit wat het concept is ongeveer van deze survival hier. Het concept van deze survival. Plezier maken. Hè? Plezier maken. Ja, dat is nog... Nou, ik bedoel van wat eigenlijk het doel is. Waarom gewoon met z'n allen lekker party. Een soort van community craft. Ja. Ja, dat. Nou, niet slecht. Zeker helemaal niet gestolen van iemand. Nee, ik had vanochtend gewoon in 10 minuten had ik gewoon even deze server gemaakt. Dus. Op zich, misschien kun je eventueel nog de Empire Wand erin smijten. En dan kan ik gewoon met de Empire Wand iedereen kapot maken. Nou, nee, dat gaan we even niet doen. De Teros Dagger. Teros Dagger? Kunnen we... Ja. Weet je, dat ene ding waar je super snel mee kan gaan. Dat weet is op zich wel handig. Ik denk niet dat ik die erin ga zetten. Want ik wil gewoon echt een survival, snap je? Oké. Okay. Dit is tot nu toe mijn standbeeld. Ik zeg de hele tijd stam. Want het is stand. Ja, ik nou, zeg stand, maar weet, het lijkt Mike, weet je wat nu pijn is? Nee. Deze week kan ik heel veel online zijn. Nice. Aangezien ik, zoals ik je al voor verteld heb, ik heb nu vakantie, dus... Oh ja, mensen, ik ga straks wel even wat met een command doen en een commandblok. Hoezo, Mike? Nou, ik ga even een zwaardje in het handje zetten van... mijn dinges van mijn standbeeld, dan kan ik heel makkelijk via een command blok erin zetten. Dus als mensen zich afvragen hoezo gaat hij dat doen, daarom. Wij hebben natuurlijk nog meer steen nodig. Je kunt hier zo een mijn maken. Nou, Max, ja, die hebben we al, hè? Maar Max, vertel eens, hoe is het aan Oostenrijk? Ja, op zich, we hebben de laatste paar dagen hebben heel veel zon, dus... Bij ons was er vandaag 26 graden. Ja, bij ons niet, maar... Het voordeel hier is... Hier regent het eigenlijk op zich niet zoveel. Ja, bij ons... Nee, bij jou sneeuwt het. Nou, Mike, wij zitten ongeveer... Wij zitten ook met 200 meter of zo, hè. We zitten niet echt zo hoog. Ja, daar heb je gelijk. Maar als je de bergen op gaat, dan zou het daar vast wel sneeuwen, hè? Ja, op zich. 3 uur van ons vandaan. Ik bedoel, niet 3 uur. Drie uur hebben we de eerste gletsjer al. 3 uur? Ja. Man, dat is echt lang. Alleen het 3 kwartier maar en we zitten alweer in het eerste skigebied. Dat is nice. Moet hier niet komen. Oh, mijn zusje zegt een half uur. Een half uur. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Die gaat zo weg. Zo. Voetjes ga ik ook nog maken. Ja, detail. Mike, hoe ga je dat eigenlijk doen via de invite? Ga je elke aflevering een invite komen of hoe? Ja, daar heb je best wel een goed punt. Ja, ik had eerst in gedachten, als je wilt meedoen, zeg dan even je naam en zo. Download Discord, dan nodig ik je wel uit. Maar wat jij zegt is ook nog niet zo'n slecht idee. Dat je gewoon elke aflevering gewoon een speciale vraag of zo doet. En dan diegene die het goed heeft,
dan die is gelukkig. Ja. En kan joinen. Wie heeft MT Gaming verzonnen? Nee, bijvoorbeeld van... jij vraagt zo, vertel me de grappigste mop en... We moeten dan antwoorden. Ja. Ja, dat kan. Max, ik ben mijn dinges al helemaal aan het uitbreiden. Ik hoop dat je het kan zien. Kun je mijn standbeeld zien? Ja, ik zie het. Ja, kijk maar, mijn huisje begint dan een beetje vorm te krijgen. Nice. Ik ga nu ik wel niet zo'n nekje van een... Het kan wel. Zo? Of dit als nek. Even kijken, hè. Die als nek. Ik vind dit als nek best wel cool. Dat kleine ding. Ik bedoel, dit is een soort origineels. 1, 2... Max, heb je mijn huis al gezien? Of mijn ja, ik ben nu erin. Standbeeld? Ja, ik heb het al gezien. Als het goed is, komt Luc daar. Die-hard, dat kan ik gebruiken. Had je vandaag Max Verstappen gezien? Yep. In de laatste stuk. Ik dacht zo, oké, Ricciardo gaat het waarschijnlijk in de laatste ronde, gaat hij het net nog flikken. Maar dan, in de laatste stukje maakt hij één kleine fout en dan wist hij gelijk al, het gaat niet meer lukken. En die stond Hamilton niet weer gewonnen. Ja. Ik haat Hamilton. Max, ik tp even naar jou dadelijk, anders val ik dood. Mijn standbeeld is bijna klaar. Nee, moet alleen nog de datum erbij zetten. Oh nee, datum niet, want dan hebben we een hele rare datum tegenover de mensen die het gaan kijken. Die denken dan echt zo, welke datum is dit? Ik weet nog niet wanneer ik dit ga uploaden, misschien pas na de Overwatch. Serie, dus en voor ons is dat nu nog hoe lang, Max? 6-7 weken, hè? Wat de Overwatch serie, hè? Geen idee, ik kijk die serie niet. De enige serie, de enige video die ik van Overwatch gezien heb, is de Torbjörn. Misschien dat ik nog Roadhog ga kijken als ik wil, maar ik ga het mondje zo'n maken. Nee, ja, ik ga een O-mondje maken. Mike, ja? Ik heb mijn logo ook. Ja? Kijk nice. Maar naar mijn, kijk maar naar mijn huis. Oh jee. Yeah. Ik heb mijn standbeeld bijna klaar. Als je mijn standbeeld... Mijn huis hier om de server wordt FSK 12. Wat? Als ik zo verder ga. Hoezo? Ja. Kijk even naar mijn standbeeld. En dat betekent dat SFK? FSK. FSK. Oeh. We zien hier een wilde Enderman in zijn natuurlijke omgeving. En de wilde macht gaat hem aanvallen met een pickaxe. Oedeboele boele. Nee, prak. We gaan erin. Die. Yo, what the flip? Max, mijn standbeeld is klaar. Ik ga alleen even houten oogjes maken. Oké, nu ga ik de anti-undermunt tactiek doen. Ik ga even op mijn balkon springen. Kijk, Mike, ik heb een hele slimme... ik heb een hele slimme tactiek. Oh mijn god. Ja, dat is mijn slimme tactiek, hè? Ja. Ja. kan niemand anders verzinnen. Echt, ik ben de Legend 27 gewoon. Ja. Zeg dat wel. Max, mijn standbeeld is klaar. Een standbeeld? Standbeeld. Standbeeld! Ik ga eens kijken of je hem goed kan zien. Arrogante underflutter. You will never catch me alive under here. Zo, kijk maar, ik heb een enderman trap gemaakt. Kijk naar mij. Zie je mij? Hij kan me niet aanvallen, kleine cirkel. Ik heb het. Hoi.
XT spelen. Zo. En Max, kijk eens naar mijn standbeeld. Wat vind je ervan? Nou, op zich. Gaat wel. Ik vind het mooi. Gaat wel. Van dichtbij ziet hij er echt goed uit. Ik ga eens even kijken of ik dat met die command kan doen. Dus mensen, dan zien we jullie zo meteen terug als ik de command heb aangemaakt. Ik gebruik even je glas. Dat. Ik ben met Max een video aan het maken. Dit is medespelers. Daar. Oké, Max, ik ga even die command opzoeken, hè? Ja, dat is goed. Ik moet even tochtjes hebben. Ik heb even zaad in mijn in de kist. Oh my god, Luke en Mickey hebben alle tochtjes gestolen. Jij hebt op zich wel wat kool, maar ik heb veel liever voor mijzelf. Aangezien ik kan dat kool nog best wel goed gebruiken. Oh, ik ben nog de voeten vergeten. Ik moet nog even de voeten maken. Van het standbeeld. Crafting-tabbel. Crafting-tabletje. Ik gebruik hout. Hout. Zo, ik ga het dak op. Hoe lang moet ik struggelen? Ik hoor een heks. Ik hoor mijn zusje. Oh, Larry de skelet. We moeten echt een skelet vangen en dan ook Larry noemen. Kom. Badsaus. Ik heb een potje. Ik ga dan even kijken of ik dat spul kan regelen. Ja? Ja? Oké, mensen, we zijn weer terug in de... moet ik even naar het standbeeld. Zo, ik moet dadelijk weer deur hebben. Of niet? Wacht, ja. Ik heb een koeien gevonden. Ik heb een witch gevonden. Daar heb je Bente. Oh mijn god. Witch, ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Zeg Bente. Oh mijn god, ik lijk hem. Ik lijk hem. Mon. Yo Mike, hier is echt een oase voor koeien. Lijk is real. Mike, ik heb 17 koeienvlees, AK steaks en 8 leer. Kijk, ik moet nu even mijzelf een commandblok geven. Maar het kan niet anders. Mag ik die niet plaatsen in game mode 0? Game mode 1. Misschien mag ik hem dan wel plaatsen. Ja. Ctrl V. Always active. Hij dropt de armor stand. Kidding me? Ik kan de armor stand ook niet killen, hè? Oh mijn god, je zit nu voor altijd in een stone sword hier. Oh yes, ik heb hem. Oh mijn god. Een koeien al everywhere. Shit, ik heb het gesloopt. Niemand moet hierop letten, please. Come on. Meen je dit? Oh, normale. Dit ding gaat kapot. Oh ja, en Mike? Nu zie je midden in Mike, de deur. Komt deze video, komt er dan een invite? Nee, nog niet. Sorry mensen, voor de mensen die zich eraan irriteren tot daar nu voor altijd een blokje hangt. En ik kan niet meer vliegen. Hoezo mag ik niet vliegen? Ja Mike, je mag niet cheaten. Barrier moeten we onszelf even geven.
Ik mag niet meer vliegen. Wat is dit nou? Oh, eindelijk, ik mag wel vliegen. Ik moet wel even... Terwijl jij de hele tijd aan het struggelen bent, ben ik op avontuur koeien aan het killen, bloemen aan het verzamelen en andere coole dingen aan het krijgen. Nou, dan ben je toch iets nuttigs aan het doen, hè? Mike? Ja? We kunnen gaan traden. Ik heb 30 beef. Ik heb schnitzel gevonden. Niet goed. Kan ik de Almost Sand removen? Dat kunnen wij toch doen? Ja. Linker muisknop erop doen. Zo. Dan is alles uit zijn hand. Removen we dit blokje. Almost Sand moet even hier gezet worden. Ctrl V. Ja mensen, ik weet het. Ik ben een cheater officieel. Maakt dat wat uit? Nee. Ik weet niet waar ik mee bezig ben, maar ik ga totaal maar fout. Maar heb jij nog genoeg eten? Ik heb genoeg eten. Want letterlijk, hier is een... Ik heb nu al 20 koeien of zo gevonden. Ik heb niet genoeg eten, nee. Ja, maar ik kan je misschien wat meegeven wat ik hier alles zo. Heb, joh. Hier is werkt het? Hef. Tegen koeienparty. Ja, je bent te brengen. Jij wou hem, dus jij hebt hem nu ook. Ja, dit is het Stone Sword in zijn hand. Ik weet, het ziet er niet heel goed uit, maar dat blokje mag er ook weg. Wacht. Mike, moet ik gaan doneren aan de armen? Ja, doe maar, want ik krijg dit blokje niet meer weg. Nee. Ja, hij doet het. Ik doe je dan wel aan de armen. Ik ben een hele lieve man. Wacht, hier moet ik klikken. Oh, ik ga elke koe die hier overkomt. Ja, ik heb hem. Ik heb hem nu gehide. Oké, ik ga gewoon weer in survival. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik een zwaardje in zijn hand deed. Niet zo heel boeiend, maar ja. Was niet heel boeiend, maar dat weten we zelf ook wel. Maar alsnog, geef toe, het ziet leuk uit. Het is een detail. En nu moet je eventjes kijken naar de details die mijn standbeeld heeft. Nou, leuk, helemaal wit. Die details zijn toch real? Ja. Oh mijn god, altijd Max. Altijd. Max, wat gaan we nog verder doen? Ik bedoel... Ja, ik ben nu verder koeien aan het killen. Mijn standbeeld is af. Ik kom wel zo dadelijk. Oké, je kunt tp'en dus. Huh? Je mag tp'en. Ja, ik ga nu nog niet. Ik doe nog even een paar laatste koeien afslachten. Zo. Het voordeel aan de bijl is, ik kan letterlijk alles one-hitten hier, dat is fijn. Dat is chill. Kun je tp'en? Oh, ik krijg een koude rilling. Ja, wacht, ik doe deze laatste drie koeien afzakken. Wat wil jij nog bouwen? Ik bedoel, er is vast iets waar je denkt van, ja, dit... Ja, op zich, mijn huis zou ik wel graag nog een beetje gaan stekken, aangezien het is best wel een klein huisje. Nee, maar is er iets waar ik ook aan mee kan helpen en je denkt echt van... Als dit dan niet in de survival is, dan is het geen survival. We zouden eventueel een klein community house gaan bouwen waar we allerlei, dus waar we een kist hebben met wat spullen. Waar misschien kunnen we een discotheek bouwen. Nee, eerst een doneerplaats. Wacht. TP. Oké, Mike, ik ga je nu doneren in de kist. Nou, leuk. En dat ziet. Iemand heeft er zaadjes in gedaan. Ja, wie is dat? Wie is dat toch? Wie is dat? Wie is dat toch? Oh, niet. Nee. We hebben wel een nadeel. Hoe maken wij een jukebox? Want daar heb je een diamond voor nodig. Ja.
discotheek gaat hem worden. Mike, we kunnen gewoon een doneerplaats maken waar mensen wacht doneren eens. Kunnen en daarvan ook spullen pakken kunnen. Wat wij wel kunnen doen, is even wat bloemetjes gaan hakken van allerlei kleurtjes. Ja. Want daarmee, met die bloemetjes, kunnen wij mooi glas voor in de discotheek maken. Mike. Ja? Ik heb dye. Ik heb 2 kleuren. Oké, kun jij even dit ook houtboom gaan hakken? Ik ben even bezig. Ik ga bloemetjes hakken. Hak hem door de midden. Natuurlijk, hoe dom ben ik? Ik heb die. Waarom hebben we geen sunflowers? Ja, dit is wat ik zoek. Lilac. Mike, kun je eventjes alsjeblieft opzoeken hoe je glas yes. Doet? Mike, ik heb roze bloemetjes. Ik heb, ja, ik weet hoe dat moet. Glas in een crafting table en helemaal eromheen moet je volgens mij het kleurstof doen. Normaal glas of steend kleef? Dat kan allebei volgens mij, maar doe maar normaal glas. Dus het glas in de midden en dan omronden met een kleur? Ja. Eigenlijk de kleur in de vorm van een chest en dan het glas in het midden. Dat werkt niet. Nee, dan moet je gewoon naast elkaar zetten. Misschien werkt dat. Misschien andersom? Ja, andersom. Oh, moet je het glas aan de buitenkant of wat? Mm-hmm. En dan krijg je dus 8 glaasjes gekleurd of krijg je er maar 1? Volgens mij 8 mag. Oké, okay, het moet glass panes kunnen niet. Het moet normaal glas zijn. Ja, oké, okay, dan weten we dat ook. Je krijgt... Ik begin moe ogen te krijgen. Je begint te tranen. Ja, je krijgt in totaal 8. Ja, en die okay. Kun je dan in dat paint verwerken. Oké. Okay. Ja, ik heb al de eerste aantal van glass paint heb ik al gemaakt. Yo, ik ga... In de kist, liggen het overige glas ervan. In welke? In een kist. Ik heb gewoon in de kist gepleurd. In een kist. Ik zie geen één kist met... oh ja, paints. Oh hier, magenta. Sand gaan we even omsmelten. Jongen, mijn huis wordt gewoon de fancy as fuck, jongen. Ik ga allemaal kleurtjes maken. Allemaal mooie kleuren. Vooral roze. Dat is mijn favoriete. Als je mij blij wil maken, dan moet je vooral Mike, roze. Kijk wat voor een swag ik heb. Ja, ik kan goed Nederlands praten. Kijk gewoon naar mijn, huis gewoon. Ik heb het lijkt wel rapper Sjors met zijn stem. Ik heb, Mike, ik heb letterlijk zoveel eten. Als ik wilde, doneer ik je wat. Ja, doe maar. Crowned items will nee, be removed ik heb je al gedoneerd. 60 seconds. Crowned items. Hey Max, sorry als je na de hand even een zin in beeld ziet van server.pro, maar dat is de website waar ik mijn server heb aangemaakt. Dus ja. Mensen, maak allemaal een server op server.pro aan en misschien krijg ik gratis? Dan een premium. Ja. Helemaal gratis, je hoeft alleen maar in te loggen, IP in te voegen en je bent klaar. En dan heb ik deze server. Je ziet het zwart ook echt gewoon zweven, hè? Echt zo skeer. Oh, ik heb het koud, What the F maak jij? Ha! Wat is dat? Ha! Vriend. Ha! Ha! Maar mensen, ik heb een plug-in op het oog gezien. En met die plug-in kun je zeg maar... als je op een bordje of zoiets klikt, dan kun je zeg maar dingen downloaden. Of niet downloaden, maar kopen zoals voor 10 euro dit en dit of zo. Dus echt dat je geld krijgt in de survival. Dat was mijn idee, dat vond ik best wel leuk dus.
Why Mike, not? Kan ik wat van je resources pakken? Ja, neem maar. Dus dat ik wat een beetje dat ik wat iron heb en zo. Ja. Ik pak me gewoon van alles een klein beetje. Geel maken we 8 glaasjes van. Zo, maar ik heb van alles een klein beetje gepakt. Ja, dat vind ik goed. Ik gebruik hout. Ik heb gewoon te veel, hoe heet het, kleuren. 10.000 kleuren. Houthanker Max is weer aan de job, jongen. Houthanker. Houthanker. Ik ga de discotheek dadelijk maken, hè. Ja, nee, ik heb het best wel glas. Tenminste, dat denk ik dat ik in de volgende video ga doen. Want anders hebben we weer een video van heel lang. Tenminste, nee. We doen gewoon gek alweer. Gewoon langere video's. Ja, waarom niet? Elke like is de video 1 minuut langer. 3000 likes dan uiteindelijk. Dan moeten we 3 minuten lang opnemen. Zus. Heb jij allemaal hout gepakt? Nee. Nu? Nu. Geef mij dan maar wat hout. Ik heb wel wat, maar niet zoveel. Waar zou ik de discotheek bouwen? Zou ik dat onder jouw huis mogen bouwen? Sorry voor de overlast. Nee, onder mijn huis ga ik een... ik weet eigenlijk niet wat ik daar ga bouwen. Maar er komt iets wat voor mij is. De gordijntjes uit Amsterdam. Ik ga daar mijn eigen club bouwen. Max, snap je? De gordijntjes van Amsterdam. Maar ik wil je weten hoeveel cooked steak ik heb. Ja, mijn vriend. 39. Dus wil jij nu heel graag meedoen met deze survival? En weet jij iemand die je graag in de survival wil zien? Laat het dan natuurlijk even achter in de reacties. Want ja, niet dat ik met Max ga opnemen. Want wie wil hem nu zien? Nee, grapje. All around me are familiar faces. Borrowed faces. Hebben wij hier ergens de mooie tool? Le X? Ja, die hebben wij zeker. Like, what the fuck is deze standbeeld? Dat zwaardje. Oh my god. Ja. Ziet er goed uit, hè? Ja. Van beneden, hè, lijkt het echt van wauw. Ja, wauw, wat waarom die torch? Meen je die? Ja, bij je, deze is een standbeeld mannetje. Misschien had je beter een lever kunnen doen. Nee, ik gebruik die server. Oh nee, in 10 minuten wordt de server gerestart. Oh jee. Wat gaat dat toch gebeuren? Iedereen die nu voor het eerst kijkt en die denkt van oh joh, wat komt er nu in beeld? Silver wordt doodgemaakt. Maar nu weten we het zeker. Wat? Dat je mannetje is. Ja? Kijk maar. Ik maak even deze boom helemaal kapot. Ja, ik zie je daarachter. Haal dat weg. Als het moet, dan moet het wel van steen, hè, Max. Hij moet geen slappe hebben. Je moet geen slappen hebben, Max. Dat kun je toch wel weten. Hij mag toch wel geen slappen. Oh, waar gaat deze aflevering over? Oh my god. Serverpen Pro. Free game hosting. Get server premium to remove ads. Nope. Ik ga echt niet betalen voor een server. Mike, ik ben ik heb een gek idee. Ja. Wat als iedereen een item mag pakken? Dus elke Venter rent hier een baby zombie. Mike. Ja? Hoe is het als we... als we een item... Als dat iedereen die joint mag een item... Moet een item dan ook zeggen en die krijgt hij dan. Maakt niet uit wat het is, maar geen enchantment en zo. Dus één item. Dan moet hij... Dus als ze zeggen... doe maar een boon. Ja, dan moet ik een behalve item resources. Behalve resource, dat mag je niet.
Dus dat moet echt gewoon een blok zijn of wat. Blok of een item of zo, of een led of zo. Lied. Maar ik bedoel nog geen diamond blok of zo, dat mag niet. Nee, dat niet. Dat is een beetje te OP. Ja. Dat of een, of iets inspannen, maar. Beter zeg iemand petrock of een command blok. Dan kunnen we over de command blok zeggen dat hij de hele tijd slash high. Command blok moet ook geband worden, eigenlijk. Ja? Command blok en bedrock mag niet. Ja, ik vind dat dat van een standbeeld dat dat wel mag. Dat mag wel, hè? Ja, als je iets bouwen wilt, dan moet je iets van een admin of zo erbij halen. Ja, als je dat bouwen wilt, dat... admin. Oh ja. Mike, ik ga nu je standbeeld nog mooier maken. Doe dat, mijn vriend. Ja. Echt, jij probeert een serieus ding te bouwen. Kijk wat ik er nu ga doen. Wat hoort hier? Zo. Man, ik plaats alles scheef. Kun je even glaasjes erbij maken en zo? Mike. Ja. Kijk even. Je hebt nu een nieuw zwembad. Ik heb al een zwembad. Pool party. Ik heb nog meer glas nodig. Dus als okay, je mij even glas wil komen doneren. Rood, geel en rood, geel en paars. Rood, geel en paars, dat heb ik nodig. Ik heb eigenlijk er geen zin in als ik eerlijk moet zijn. Ik ga... Nou, als server gaat restarten bijna, dan stop ik wel. Zo. Het zijn toch nog maar 6 minuten, dus. Ja, ik kan op zich nog offscreen nog alles even afmaken. Ja, ik moet dadelijk best gaan, snap je. Ik denk dat ik hem toch wel ga stoppen. Ik bedoel, anders moet ik speciaal voor dat weer helemaal dingen gaan hakken en zo. En dan zijn we weer 10 minuten verder. Dus ja. Max, ik wil jou heel erg graag bedanken voor het kijken. Ja. Sorry dat de camera een beetje donker was naar de hand. Maar bedankt voor het meespelen, Max. Ik hoop je vaker nog te zien. Nou, deze week zal ik vaker online zijn. Nou mensen, dit was de video. Vergeet natuurlijk niet te liken, te delen, te reageren en te abonneren. En op Max's kanaal te abonneren. Hij heeft nog maar 1 video op, maar dat boeit me niks. Ik ga gewoon zijn link in de beschrijving zetten. What the fuck? En dan zie ik jullie de volgende aflevering. Bye bye.